Yo mensen, dit is Ons Gaming en dit is het tweede gedeelte van de carrière met Everton in FIFA 17. Op de vorige video hebben we maar liefst 50 likes gehaald. Dat wil ik nou ook alweer hebben. Dus ram alvast op die like knop. En als je nog niet geabonneerd bent, doe natuurlijk eventjes abonneren. Je kan Ons Gaming ook volgen op Instagram/OnsGaming. En in deze video gaan we 2 wedstrijden spelen en hebben we nog het een en ander aan transfers. Er komt een hele grote speler naar Everton toe voor heel veel miljoenen. En ja, laten we gewoon gaan kijken wat het gaat worden. Goed, we gaan eerst de club een klein beetje opruimen. Er zijn op veel posities eigenlijk veel te veel spelers. Zo hebben we veel te veel verdedigers en gaat Pennington, die gaat op de verkooplijst. En dan gaan we ook nog verder kijken wie ook nog meer weg kan. Ook een linksachter mag van mij vertrekken. En ook een rechtsachter mag van mij vertrekken. Verder gaan er nog wat andere spelers weg, waaronder deze centrale aanvallende middenvelder. En ook Gibson, een best wel een grote speler bij Everton. Maar die mag van mij vertrekken, want we gaan zelf wat nieuwe middenvelders aantrekken. Tenminste, dat gaan we proberen. Dus er mogen wel wat spelers weg. Ook Lennon en Aruna Kone, die mogen op de transferlijst. Of ze weggaan, dat is natuurlijk aan andere clubs als ze die willen kopen. We gaan dan, zoals ik al zei, een hele grote speler halen. En de eerste speler die ik eigenlijk wil is Pastoor. Ik bied maar liefst 38 miljoen op de speler van PSG. En we gaan hopen dat hij dus naar het Everton gaat komen. Een hele goede speler natuurlijk, fantastische middenvelder en ook die iemand die makkelijk goals kan maken. Verder krijgen we nog een aanbieding op Barkley van 27 miljoen van Real Sociedad. Maar Barkley wil ik behouden en daar gaan we dus niet mee akkoord. Dan krijgen we dus een tegenbod van PSG en dan bieden we dus 46 miljoen op Pastoor. Het is echt denk ik de grootste transfer ooit die Everton gehad heeft, 46 miljoen. Maar ja, we gaan er gewoon mee door. We krijgen ook nog weer een aanbieding van Lukaku. 42 miljoen maar liefst op van Wolfsburg, laat ik het zo zeggen. Maar ook daar gaan we niet mee akkoord, want Lukaku wil ik kosten wat het kost behouden. Of iemand moet 100 miljoen bieden, dan mag die van mij wel vertrekken. Dan is het tijd voor de eerste wedstrijd en dat is tegen West Brom. En dit zijn dan de spelers waar we mee beginnen. Het zijn Depay in de basis, Abdennour en ook Lukaku natuurlijk, Mirallas, Barkley. En dat is dus de eerste wedstrijd eigenlijk weer van deze video. De vorige video heb ik 1 wedstrijd gespeeld. Toen moesten we thuis tegen Tottenham Hotspur, waarin het 0-0 werd. Het was in principe een prima wedstrijd. Nou, dit is dan de wedstrijd zelf tegen West Brom. En we beginnen best wel lekker eigenlijk. Goed aanvallend spel. En al na een paar minuten, minuutje of 3, is het hier Lukaku. En dit is dus de reden waarom ik Lukaku absoluut wil behouden bij de club. Lukaku staat altijd op de juiste plek en hij is natuurlijk ontzettend sterk. Tussen een paar verdedigers in weet hij de bal toch nog in te frommelen. Het is wel een hele geluksgoal eigenlijk. Want die bal die valt eigenlijk precies goed tussen een paar verdedigers van West Brom. En hier kunnen we het goed zien. Het is een balletje van uiteindelijk van niemand. Want de bal wordt afgepakt, maar komt toch bij Lukaku terecht. En hij schiet hem eigenlijk zonder na te denken in de hoek. En zo is het dus binnen 4 minuten al 1-0 voor Everton. En dat is een lekkere start. Eerste goal van het seizoen van Everton. En natuurlijk ook dus de eerste goal van Lukaku. Dan even later zijn we redelijk bezig, maar het is toch wel een beetje rommelig. Hier een hele slechte bal van Barkley. En zo gaat het eigenlijk best wel de eerste helft de hele tijd door. West Brom wordt dan sterker en sterker. En dit is dan een heel mooi doelpunt. Goed uitgespeelde aanval en een hele goede kopbal van Jacob. En zo is het dus meteen weer 1-1. Ja, slecht verdedigd daar van Coleman. Hij kijkt totaal niet waar zijn speler is, waar zijn man is. En zo is het dus 1-1. En dat allemaal binnen een kwartier. Dan maken we een klein sprongetje en zitten we inmiddels in de 30ste minuut. En dan is dit Depay met een voorzet. En die komt uiteindelijk net niet aan, wordt weggewerkt. En zo zijn het eigenlijk hier en daar wat kleine kantjes. Dan hebben we hier nog een kans van Memphis Depay zelf, van een corner. Hij kopt hem net langs eigenlijk. Het was net voor rust, had de 2-1 kunnen zijn, maar Depay is natuurlijk niet de allerbeste kopper, maar dit was het niet eens zo heel slecht eigenlijk. Dan zitten we inmiddels in de tweede helft en dan is dit een enorme kans van Lukaku. De bal vliegt ook nog steeds de paal aan, maar uiteindelijk wil hij er niet in en zo blijft het dus 1-1. Even later krijgt ook West Brom weer een kantje.
Maar zoals je ziet hier is het weer die Jakob. En dit had zomaar de 2-1 kunnen zijn voor West Brom. Maar Jakob schiet de bal gelukkig net langs. Dan krijgen we een corner en dan is het hier Williams. De centraal verdediger. Een beest natuurlijk. En hij kopt de 2-1 erin. En het is een goede corner trouwens van Baines. En zo zijn de verdedigers dus verantwoordelijk voor de voorsprong. Is het Baines met de corner, met de assist. En is het Williams die dus de 2-1 binnenkopt. Lekker goaltje. Ja, gewoon goed. Prima. En dan is het eigenlijk gewoon zorgen dat we de voorsprong gaan vasthouden. Maar, nou echt nog geen minuut later. Echt gewoon na de aftrap van West Brom is het hier. Bam. 2-2. En ja, gewoon weer Coleman die eigenlijk niet echt op staat te letten. Ook Abdennour moet ik zeggen, die is misschien echt wel verantwoordelijk voor deze tegengoal. Kijk, Abdennour in het midden, verdedigt totaal niet. Coleman probeert nog wel te redden. En zo is het dus een gevaar achterin bij Everton. En staat het dus 2-2. Goede goal van Rondon, geloof ik. Hier hebben we nog een kans van Barkley die de bal keihard op de lat ramt. Maar helaas, hij gaat er net niet in. En dat was eigenlijk een van de laatste kansen van de wedstrijd. En zo eindigde dus in 2-2 opnieuw een gelijkspel. Ja, niet heel erg, maar het is helaas niet anders. Dan is het Pastoor, of in ieder geval PSG, die akkoord gaat. En dan is het nog zaak om ook Pastoor akkoord te laten gaan met de overeenkomst om naar Everton te gaan. En hij krijgt een flink salaris per week, maar hij gaat uiteindelijk wel akkoord. We krijgen ook nog een aanbieding op Nottingham Forest, of van Nottingham Forest, op Browning, de rechtsachter. En hij gaat dus weg voor ongeveer 9 ton. Dan is het hier het moment dat Pastoor dus officieel naar Everton komt. En dan hebben we dus een nieuwe topspeler binnen. We gaan dan toch een klein beetje de opstelling aanpassen. We switchen naar een 4-3 systeem met twee middenvelders en een verdedigende middenvelder. En we zetten het een en ander op een andere plek neer. En ook spelers laten we op andere manier gaan spelen. Zo gaat Depay bijvoorbeeld naar binnen trekken. Maar blijft Mirallas op de flanken spelen. We krijgen ook een aanbieding van Real Sociedad op Schneiderling. 21 miljoen, maar ik zeg nee, dat gaan we niet doen. Ik wil Schneiderling behouden. Natuurlijk nog een prima speler, is nog vrij jong, dus die kunnen we nog wel gebruiken. En dan is het tegen Stoke City de volgende wedstrijd met Depay, Lukaku, Mirallas, Pastoor meteen in de basis. Barkley, Schneiderlin, Baines, Abdennour. Verder zijn we dan nog Williams en Coleman en Stekelenburg op goal. Die moet het gaan doen tegen Stoke City en Stoke City. Die heeft de eerste twee wedstrijden van het seizoen verloren. Dus we moeten absoluut hiervan gaan winnen. We moeten punten pakken sowieso. En dat in eigen stadion moet het eigenlijk toch wel goed gaan, zou je zeggen. Stoke City heeft dus een hele slechte start. En wij hebben tot nu toe 2 puntjes gepakt. Ook niet al te best, maar in ieder geval beter dan Stoke. En dit is dan het begin van de wedstrijd. En we gaan er eigenlijk gewoon meteen vol opklappen. Ik wil gewoon die overwinning binnenslepen. De eerste overwinning en dat in eigen huis. Dat moet gewoon lukken. En zeker tegen Stoke City dan. En hier beginnen we dus. Maar Stoke begint redelijk aanvallend de wedstrijd. En hier krijgen ze dan een klein kantje tenminste. Dat proberen ze te creëren. Er komt een voorzet, maar Stekelenburg heeft de bal gelukkig te pakken. Dan even later is het de beurt aan ons. En dan is het hier Baines met een hele goede paas. Memphis Depay met een schot. En die raakt dan de paal. En dat is dan weer een klein beetje jammer. Bij Memphis Depay natuurlijk voor 17 miljoen overgekomen, maar nog geen goal gemaakt dit seizoen. Dan even later krijgen we weer een klein kantje en wordt het dus een corner voor Everton. En corners die zijn best wel gevaarlijk en dan is het hier uiteindelijk, wordt hij weggewerkt. En dan krijgt hier Depay een schotkans en dan is het weer Lukaku. En dan is deze bal uiteindelijk net niet goed en zo bloeit deze aanval dus dood. Maar we staan, Stoke City staat wel onder druk. Dan hebben we hier een enorme kans. En een goed schot van Lukaku. Flink afstandsschot. Maar de keeper houdt de bal natuurlijk. Butland natuurlijk. Butland bekend van Ultimate Team natuurlijk. Iedereen gebruikt hem. Want het is gewoon een ontzettend goede keeper. Dan hebben we hier wel een hele goede aanval. Het is eigenlijk een counter die uit een aanval of uit een corner van Stoke komt. En uiteindelijk is het een counter die wordt benut door Barkley. Assist van Memphis Depay. Gewoon een heel goed uitgespeelde aanval. En het was niet te verdedigen. Hier is het uiteindelijk Coleman die paast op Depay. En Depay paast op Barkley. En zo staat het dus 1-0. En dat is dus de rechte voorsprong na een half uur ongeveer. Nou, eens even kijken waar we dan zijn. Daar zijn we dus. Het is dan Stoke City die probeert weer aan te vallen. Abdennour die hier een overtreding maakt. Net buiten het penaltygebied.
Dit had ook zomaar, als het een klein beetje tegen had gezeten, een penalty kunnen zijn. Hier is onze nieuwe aanwinst natuurlijk, Pastore. En hij speelde een matige eerste helft. Maar ja, het is natuurlijk zijn nieuwe team, eerste wedstrijd. En dat is natuurlijk altijd weer spannend. En je weet nooit wat er dan gaat gebeuren. Tweede helft beginnen we meteen weer aanvallend. Maar dit is dan wel weer een slechte paas van Barkley. En zo worden we een klein beetje overmoedigend. En willen we eigenlijk te snel die tweede goal gaan maken. Even later gaan we dus wisselen en gaan Snijderlin en Abdennour eruit en Jajilka en Barry gaan erin. Abdennour had geel en Snijderlin die was behoorlijk moe. Dus vandaar dat we gingen wisselen. Dan krijgen we weer een corner en dan is dit een goede aanval of in ieder geval goed doorzetten van Coleman, laat ik het zo zeggen. En dan is het hier bam 2-0. Lukaku heel de wedstrijd niet gezien, maar dan uit het niets scoort hij toch de 2-0. Goede voorzet van Coleman, die verdedigers bij Baines en Coleman van Everton. Ontzettend gevaarlijk altijd. En dit is gewoon heel goed gedaan van Coleman. Fantastische voorzet. En ja, Lukaku, gewoon heel de wedstrijd niet gezien zoals ik al zei. En hij maakt wel de 2-0. Prima, we staan dus 2-0 voor en Stoke City heeft het dus gewoon heel lastig. Dan is het hier het moment wat eigenlijk toch best wel een beetje treurig is. Een smet op de overwinning die eraan zit te komen. Want tijdens de corner ontstaat een botsing tussen verschillende spelers. En is het Pastoor, de man van 47 of 48 miljoen of 46, ik weet het niet meer, raakt geblesseerd. En het blijkt uiteindelijk dat hij zijn enkel gebroken heeft. En de komende 3 maanden dus niet kan spelen. Hier gebeurt het. Het is eigenlijk een rare botsing. Heel ongelukkig, maar ja, dit is wel heel teleurstellend. Pastoor dus, ja, gewoon meteen de eerste wedstrijd zwaar geblesseerd. En daar gaat dan dus je dure aankoop. En ja, dat is gewoon echt, ja, echt gewoon kloot om het zo maar even te zeggen. Ja, dit was dan in ieder geval de 2 wedstrijden en natuurlijk het een en ander van de transfer dingen wat ik wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk. En op naar de volgende video zou ik zeggen. Tot de volgende video. Vergeet natuurlijk niet op die like-knop te rammen. En tot ziens. Tot de volgende keer. Adios.